gasten, en jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag ben ik samen met mijn broertje, Vandaag gaan we een soort een wraakvideo opnemen. Tenminste, een wraakvideo. Ik heb in het verleden, ik laat een heel kort stukje zien, heb ik deze video opgenomen met Enzo. Weet je waarom dat niet rood wordt? Nou, omdat het nogmaals voor je lief is! En dat was zo ontzettend vet om te doen. Maar op het eind zeiden wij iets heel erg belangrijks en dat was dit. Dat zeiden we niet. Wil jij nou dat ik nu word opgemaakt en dat Enzo wordt teruggepakt met de schokmachine? Dan zou ik zeggen, like hem even. Nee, maar wel inderdaad, dat wij de rollen zouden omdraaien. Dus ik heb een knolpower.nl bestelling gedaan. Zo! Ja, hey. Bedankt voor je bestelling. Zelfs een handtekening erop. Inderdaad, van de enige echte. En daar zitten spullen in. Allereerst natuurlijk de welbekende dit. Wow, wat is dit man? Een elektrische stroomschoons. Hiermee kan ik je terugpakken. Echt niet. Als het apparaat reageert zonder blaffen, laat het maar lekker erop zitten. Na 2 uur heeft u geen gevoel meer. Ja. Alleen gebruiken op kinderen. Oké. Okay. Oh. Dat kan echt niet, hè? Wat zei ik dat dan? Ja, dat zei ik. Ja, Niet alleen heb ik een stroomschokband die we natuurlijk nodig hebben. Deze trouwens reageert op geluid. Maar ook een hond! Dit is wel een andere soort stroomschok ding. Dit is namelijk een stroomschok ding die gaat op geluid. Dus als jij tijdens het sminken gaan schreeuwen of gewoon gaan bleren of gewoon gaan lachen, dan krijg je een schok. Ja. Dus dat betekent dat als je gaat lachen en je lacht te hard, zoals wij al. Boom! Oh! Oh, ik schrok echt hoor. Zoals wij eigenlijk altijd doen, wij lachen altijd te hard. Dat kan dus niet meer. Dat mag niet meer. Normaal. Hij doet het al. Oké, nou, hij denkt. Oké. Afblijven. Doe de klepje erop. Bam! Oh, de batterij is eruit. Doe de klepje erop. De klep houden. Niet staan. Nee, ik doe het klepje. De batterij moet er ik toch in? Ik vertrouw je niet! De batterij moet erin. Ja. Nee, eerst maar. Nee, ik doe de batterij. Waarom wil je man? Doe het erin! Oké. Dank je. Nou, dat betekent, hij doet het. Wat is dit eigenlijk? Oh, dat is om hem vast te klippen aan dit. Want het hoort normaal een ding te zijn die je zo om je nek doet bij de hond. Ja. Oh, echt ook? Ja. Zo. Ja, sick hè? Best en dit gaat heftig. Dan op de keel, op de nek. En elke keer als ze blaffen is, roof! En dan piep! En dan... Nee, en dan na 3 blaffen zijn de honden dood. Ja, je lacht, maar het gaat echt dood. Echt? Dat is helemaal niet leuk. Dat is niet waar. Mogen we even een begrafenismuziekje? Weet je hoeveel honden al zijn dood gegaan aan dit? Nee, Milan. Nou. Oké, stel voor, ik heb hem hier zo. Nee, jij gaat hem niet aanraken, want ik weet precies hoe je bent. Oh, en dan what? Dat gaan we niet doen. Dus, deze werkt. We gaan even door naar de volgende dingen die we hebben. We gaan even snel doorheen. We hebben Make-up FX. We hebben Make-up FX bloedeffecten. Want jij mag mij namelijk opmaken als een soort zombie. Ik heb hier 2 tubes met kleuren zombies. En ik heb een gebitje die ik op het eind in moet doen. Dus jij mag mij helemaal als zombie maken. Ik heb niet foto's als voorbeelden, tenzij we de foto's van dit gaan gebruiken. Dat kan natuurlijk ook. Behalve die. Dit is een hele enge zombie. Dan mag je dat allemaal gebruiken. Deze hebben we niet meer nodig. Dus, gaan we doen. Maar dat moet ik dus doen met een schokmand om mijn arm. Ja. Disclaimer, doe dit thuis niet na. Nee. Ofwel. Als je een hond hebt. Ik wou zeggen ofwel, maar dan met je schoonmoeder. Oh. Ja, zie, ik vertrouw jou niet met nee, dat maar ding, hij doet niks. Nee, hij moet ook niet doen. Wat ruik je lekker eigenlijk? Nee, dat is mijn hand. Ja. Hoe heb je parfum op je hand? Pick of cont. Nee, ik heb hoe heet dat? Handcreme alcoholvrij. Oké, hoeveel zin heb jij erin van schaal van 1 op 10? Ja, nou, jou op te maken heb ik wel heel veel zin in, maar... Hoeveel volt is dit eigenlijk? Moet ik in de titel zetten, hè? Wow, 3000! Mooi, we hebben een titel. Maximaal 12 uur per dag laten dragen. Is een half uurtje ook goed? Of is dat het minimale of zo? Nee, het moet minimaal 2 uur.
Het duurt meestal een paar dagen voordat de hond zijn gedrag linkt aan een correctie en zijn gedrag aanpast. Oh, dat meen je niet. Dus die moet heel veel schokken verdragen. Ja, dus pas na een paar dagen heb je door. Oh, dit doet pijn. Jongen, jongen. De eerste 1-2 keer geluid. Dus dan heb je nog niks. Pas daarna, de 3-7 keer, heb je geluid plus een shock met opbouwende intensiteit. Oh, dus hoe langer ik schilder, hoe erger het wordt. Nou, als jij dus zeg maar... Hier trekken. Als je een A doet en hij gaat piepen, dan geeft hij alleen nog maar licht. Geen schok. Daarna nog een keer, met een piepje dus. En licht en piepje. En pas bij de derde keer geeft hij een schok. Ja. En hoe meer je daarna direct erachteraan doorgaat met schreeuwen... Hoe meer pijn de schok doet. Ik vind het zo eng, ik heb hem hier omheen. Ja, maar als je nu het doet, dan gebeurt er niks. Zie? Er gebeurt niks. En als je het nu nog een keer doet? Dan ook niet, dan staat er 1 tot 2 keer. En anders dan gaan we gewoon terug. Nee, en de derde keer wordt het leukst. 3 keer scheepsrecht. Oh, verdomme man. Hij komt pas aan het einde van de piep. Hè? Ja. Of is dit echt al? Ja. Zo, we hebben tissues erbij en zo. Zodat jij, als je morst, dat je dan kan corrigeren. Dus dit wordt fantastisch. Ik heb er zoveel zin in om opgemaakt, opgeschilderd, gedaan te worden door jou. Ik kan een beetje bepalen wanneer er... Ah! Hoe? Doet het niet. Nee. Hij doet het niet. Nee. Moet ik hem wat harder zetten? Ha? Ha? Ah! Nee. Ha! Ah! Nee. Ha! Ha! Ah, ik had hem. Wat doe je nou? Oh, ik ga nu nog een keer. Ah! Oh, oh! Oh, nee! Ja? Holy shit. Als je nu schreeuwt, dan moet je even wat lager zetten. Moet je even wat lager zetten. Die... Gozer. Ik zet hem lager. Ik zet hem lager. Oh, die eerste keer voel je haast niet. Die tweede keer is pijnlijk, maar die derde keer is al bijna... Ik ga dood, jongen. Ik ga dood, gek. Nou, dan moeten we maar niet naar de 7. Zo. Maar als je dan gaat schreeuwen van... Ah, dan ga je nog een keer. Ja, dat voelde ik. Moet je hem niet om je dingen, want hier heb je meer spieren. Ja? Ja, dan kun je meer weerhouden. Ja, je wil me gewoon dood zien. Nee, ik wil je juist beschermen. Hij staat op max. Echt? Ja. Ha? 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 Nou, hij doet het niet meer. Ha? Hij doet het. Maar heel raar. Oké, okay, nou, succes. Ik vind hem wel... Ha? Nou doe je het zelf, hè? Ja, maar dit zijn de eerste twee, is niks aan de hand. Maar vanaf nu begint... Oh, pas vanaf de derde! Oké, okay, we gaan beginnen. We beginnen met een basislaag. Dit is voor het... Ik weet waarvoor dit is. Oh. Je hebt geen idee. Ik heb geen idee. Oké, okay, ik doe even mijn ding uit. Want je weet me nooit. Dit is wel een mooi vest namelijk. Ik ben er wel blij mee. Als je nou doet, weet ik ook niet hoor. Ja, ik wel. Kom maar. Echt? Ja. Weet je al wat je gaat maken? Ja. Ga je dat nog uitleggen? Een zombie ga ik maken. Ja, maar daarvoor heb ik die tubus. Hoezo? Nou, dan kun je heel snel spreiden. Ja, maar dat hoeft nog niet. Durf je het? Ah! Was dat de derde keer al? Wat de... Ja. Wat de hel, wat raar. Waarom doe je eigenlijk alleen mijn neus? Ah! Ah! Hachoo! Oh, ik moest niezen, man, sorry. Auw! Hachoo! Oh, sorry, ik moest niezen. Ik kan er niks aan doen. Oh, nee, die is echt niet leuk. Die is echt niet leuk. Die is echt heel pijnlijk. Ja? Oh, die is echt heel mijn lichaam verstijfd dan even. Waarom vind jij dat grappig, Jurie? Hij kijkt naar DHD, niet naar Knobbel, hoor. Ik zal maar even niks zeggen met je groene dikke neus. Hey! Ik zal maar even niks zeggen met je groene dikke neus. Oh, Milan, nee, echt, echt. Oh, deze was echt zo hard. Deze was, oh, 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 die was zo hard, man. Echt? Ja, niet normaal, gek. Ik voel me daar echt heel... Oh, yo. Ja, chill, man. Oh, chill, man. Ah, mijn vel. Nou. Oh!
Maar je moet oppassen voor mijn vel. Welk vel? Je, mijn, dit is vel. Gewoon mijn vel. Oh, sorry. Oh, ga je een doorlopende wenkbrauw maken? Oh, wat grappig. Ik zal me niet heel iets kuts doen. Dan ga ik ze heel hard ineens schreeuwen of niezen. Je hebt eigenlijk alleen nog maar gewoon een dikke groene neus. Ja, ik ben nog niet eens een zombie. Zeg maar groen. 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 Oeh, ik dacht heel even dat ik hem kreeg. Ik dacht heel even dat ik hem kreeg. Oh, gaat goed hè? Zeker. Dit is de wond die Milan krijgt. Moet je dat knippen? Ja, dus die gaan we uitknippen. Is dat normaal? Ja. Hoort dat? Ja. Heb je dat gelezen? Wow, hij blijft plakken! Ja. Je hebt hem ook gewoon recht op mijn voorhoofd gedaan. Ja. Ja, nu is het de kunst om het zeg maar weg te gaan werken, zodat het op een echte wond lijkt. Ah, een echte hond. Boef! Boef! Of een wond. Of een hond. Je weet het niet, hè? Komt een beetje langzaam van start, maar er zit gewoon veel tijd in. Klopt het? Oh shit! Oh, mag niet meer lachen. Maar werkt het? Het ziet echt geen uit. Hoi. Dit is moeilijk, man. Dit is echt moeilijk. Normaal doen mensen echt jaren over een echte make-up artiest worden. En... Oh! Kijk, zie dat het goed was om dit te doen. Jij lacht zo hard en overdreven. Maar ik volgens mij ook, alleen. Ja. Oh, dat is heel koud en nat en vies. Oh, dit is zo'n ranzig gevoel. Ah! Nee, is niet leuk! Dat betekent echt dat het pijn doet. Ik heb geen idee waarom jij een groen... Ik heb echt geen idee waarom je neus groen... Ik heb echt geen idee waarom is een neus groen, ik weet het niet. Jij hebt een neus groen gemaakt. Ja, ik weet ook niet waarom, maar waarom begin ik ook met een neus? Ik ook niet. Oh, ik heb dorst, man. Daar heb ik de hele tijd al dat verf in gedipt. Ah, vatsig. Wat kan ik nog meer doen? Wat kan je nog meer doen? Wat kan ik nog meer doen? Wat kan je nog meer doen? Ik kan heel ik zal maar heel snel denken nu. Ja, hoor. Ik weet het al. Ik zal heel... Weet je het al? Ja, ja, zeker. Oké, okay, in 3. Oké. 2. Ja, ja. 1. Ik weet wat ik ga doen, kom maar. Oh, dit is heel verkeerd. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ken je dat, die heks met die frat op zijn neus? Eerst maak je mijn neus groen. En nu doe je een frat vol op mijn neus. Maar hoe eng ben ik dan op een schaal van 1 op 10? Hoe eng ben jij? Op een schaal van 1 tot 10 ben je best wel angstaanjagend. Yep. Waarom laat jij dit bij jezelf doen? Ja, dat was gewoon de afspraak. Drie jaar geleden hebben we dat afgesproken. Ja. Nou, daarom. Dus dit is een retorische... Nee, stil blijven. Nee, niet stil blijven. Blijf! Het is een retorische... Blijf even goed. Nee! Hey, kom op, maar alsjeblieft. Nou, alsjeblieft, nou. Ik wil gewoon een simpel... Maar we gaan... Ga je nou doen dan? Zo. Echte Picasso. Picasso. Oh nee. Oh nee, doe maar. Snel, doe maar. Oh nee, ik zweer het je, dat geluid doet zo, oh, dat is zo pijn, hè? Dat is zo pijn. Daarom heeft hij een groene neus, het bitje is ook groen. Ah, oh, ik ben ingeslikt. Ik had hem ingeslikt. Zeg eens, de kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt. Ik doe dit echt in je expres. Ja. Dit is echt een ding. Koop dit niet. Ik wou net zeggen, waarom deed hij het niet? Ja, je ziet er echt eng uit. Ja, dankjewel. Echt superleuk om te maken. Bedankt voor het kijken. Graag de volgende keer. En tot weer een nieuwe video. Woe! Oh nee!
Oh, de laatste, Deze heb ik nog niet gehad volgens mij. Oh shit! Oh nee. Maar je schreeuwde weer! Kijk dan! Oh nee! Oh, je bent helemaal. Oh, je bent... Maar dit is echt heftig, moet je nagaan hè? Dat een hond dat moet verdragen. Ja, als je gewoon een hond hebt die doorzet, die maar blijft blaffen. Nou, dat is niet normaal. Ja, maar een hond heeft wel een hoge pijngrens, hè? Ja, dat is waar. Wil je nou zeggen dat ik een poesie ben? Nou, een poesje heeft een minder hoge pijngrens. Nou, zo werkt hij wel. Nee, jij gaat het dan op mij doen. Nee! Nee! Nee, ik weet hoe jij bent! Zo, dat gaan we niet doen! Dat is niet de afspraak! En dat is ook niet hoe we het gaan doen net zo! Nee! Nee! Nee, einde video! Nee! Nee! Nee, ik weet hoe je het doet. Doe in het water. Nee, joh. En dan gaan we het allebei aan. Nee, je moet hem loslaten dan. Ja, jij moet hem loslaten. Nee, je moet hem... Nee, laat ze los, Enzo, laat ze los. Nee, nee. Nee, dan is hij echt heel erg. Nee! Nee! Bram, ben je gek geworden? I'm gonna go get some more.